Nou, we hebben een heel duurzaam schoolgebouw. Dat is gerealiseerd mede in samenwerking met de Sophia Stichting. We hebben, op het dak hebben we 265 zonnepanelen. En samen in combinatie met de aardwarmteinstallatie die we hebben, moet dat leiden tot een enorm duurzaam schoolgebouw. Zelfs zo duurzaam dat we de eerste school in Nederland willen zijn, de eerste basisschool, met nul op de meter. Dat betekent dat we geen gebruik willen maken van externe fossiele brandstoffen. Verder is het zo dat we ook op kleine dingen zoals ons afval, dat we zoeken naar hoe we daar duurzaam mee om kunnen gaan. Dat betekent dat we in overleg met ouders en ook kinderen dat we hebben besproken om bijvoorbeeld geen pakjes meer mee te laten nemen voor de lunch. En dat alle kinderen van ons een drinkbeker hebben gehad of dat ze van huis uit vaste drinkbekers meenemen. Zodat we aan die kant dat er geen afval wordt gecreëerd. Wat we ook hebben is dat bij de entree van de school staat een flatscreen. En daarop kunnen we eigenlijk elke dag precies aflezen hoe duurzaam we precies zijn. Vroeger zouden we gezegd hebben we alle lampen uitgedaan, maar in dit gebouw is op het moment dat, dat er geen beweging wordt gedetecteerd in een lokaal, dat een automatische, de 100% LED-verlichting die we in dit gebouw hebben, vanzelf dooft. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. Verder zijn we bezig om in de omgeving van de school, dat doen we in samenwerking met de gemeente, om eigenlijk allemaal fruit- en notenbomen aan te leggen. Dus er komt op het schoolterrein zelf een smikkelpad. Dat betekent dat er appel, perenbomen komen, vlierbessenstruiken. Maar ook om de school heen komen er allemaal notenbomen. En andere eetbare plantende bomen. Op het dak van de school staat een kas. En we hebben ook een dakterras. De bedoeling is om daar TZT ook allemaal groenten te gaan kweken. Zodat kinderen zowel om het schoolterrein heen als in de eigen kas, dat ze eigenlijk hun eigen ingrediënten kunnen gaan verzamelen om daarmee te gaan koken. Nou, de missie van de school is dat we een plek willen zijn om te groeien. En dat geldt niet alleen als het gaat over de ontwikkeling van kinderen, maar eigenlijk ook over datgene wat je ze wil meegeven. En ik denk dat het meest krachtige instrument als het gaat over onderwijs is dat je het goede voorbeeld moet geven. En dit gebouw helpt ons enorm om, als het gaat over duurzaamheid, om een goed voorbeeld te zijn. En we hopen dat kinderen daarin meegaan. En als ze dan straks 12 jaar zijn en gevormd zijn mede door de school, dat het duurzaamheidsdenken, dat een soort vanzelfsprekend onderdeel is van wie ze zijn.